Hey, welkom in Luxor. Ik ben jouw voorganger. En dat? Ja, dat is mijn bureau. Ja, mijn bureau. Van de stagiair en dus van niemand anders. Maar voor deze ene keer zal ik hem met je delen. Tegen niemand zeggen. Want vandaag trakteer ik jou op een dagje Luxor. Wat doet een stagiair namelijk allemaal? Op maandag heb je een social overleg. Op dinsdag heb je een projectgroep. Dat kan over verschillende projecten gaan. Tussendoor kijk je even naar buiten. En op woensdag ga je content verzinnen. Wacht, we zijn iets heel belangrijks vergeten. Zo, beetje suiker erbij. Even roeren. Op donderdag heb je een marketingoverleg. Jij bent hier verantwoordelijk voor de agenda en de notulen. In de agenda zet je alle punten waar je het over gaat hebben met de groep. En in de notulen hou je bij waar je over gesproken hebt. En op vrijdag sluit je de week goed af. Het weekend vul je lekker zelf in. En tussendoor ga je posters bewonderen, met Robert praten, collega's plagen, nog meer posters bewonderen, kaarten of loop je lekker rustig door het gebouw. Huh? Wat? Oh ja, en je doet vaak onderzoek. Ook ben je verantwoordelijk voor de social media. Oh, wacht even. Ja, die kant op. Dat houdt in Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn en noem maar op. Toch de andere kant op trouwens. Ook andere werkzaamheden komen aan bod, zoals persberichten bijvoorbeeld. En alles moet er altijd tiptop uitzien. Inderdaad. En als je dan nog tijd over hebt, dan heb ik een heel goed idee voor je. Dankjewel, dankjewel. Ja, bedankt. Maar waar het uiteindelijk allemaal voor doet, is dit. De prachtige zalen van Luxor. Ja, zo'n groot gebouw, maar zo snel doorheen. We staan nu buiten, aan de voet van de Erasmusbrug. Goed, dat is het einde van mijn rondleiding en het einde van de stagedag. Ik hoop dat je het net zo leuk vond als ik. Heb jij nou de X-factor die wij zoeken bij Luxor? Solliciteer dan snel en kom knallen. Tot straks!